naarmate ik deze opleiding verder ben gaan volgen, heb ik door middel van verschillende modules achterhaald wat ik nou uiteindelijk wilde worden. Ik ben eigenlijk voeding en diëtetiek gaan studeren met het idee dat ik diëtist wilde worden. Dus echt de paramedische kant op. En toen ben ik verder gaan kijken naar andere modules, waardoor ik nu een hele andere kant op aan het gaan ben. We hebben een curriculum dat modulair is opgebouwd, waarbij we eigenlijk drie fasen hebben. De propedeuse, hoofdfase en een afstudeerfase in de opleiding. De propedeuse bestaat uit een aantal modules. Daarin heeft de student flexibiliteit vooral in keuze in de modules. Binnen de hoofdfase van de opleiding heeft de student de keuze uit 11 modules. Daarvan kiest de student er 6. Doorgaans legt de student dat traject af in 1,5 jaar. Het kan ook iets sneller, het kan ook wat langzamer, afgaand op de persoonlijke situatie van de student. En dat is een pakket waarbij de student 6 modules volgt en uiteindelijk 90 studiepunten behaalt. En moet voldoen aan het landelijk beschreven competentieniveau. Dus het is voor de student niet één grote grabbelton waar hij doorheen gaat en dan zelf bij wijze van spreken een pretpakket samenstelt. Bij het kijken naar de modules ga je eerst samen met de docenten kijken welke modules zijn er allemaal. Vervolgens ga je inlezen en krijg je een maand de tijd om te kijken wat past er bij mij. Per module hebben we 2 lessen per week en die zijn eigenlijk heel divers. Dus we hebben colleges, gastcolleges, praktica en heel veel werkcolleges. Je kan dit ook op je eigen tempo doen, want normaal is het zo dat je 2 modules per semester volgt. Maar er zijn ook studenten die dat iets te veel vinden en die gaan dan 1 module per semester volgen. Wij doen het nu op dit moment vooral hier, waar mogelijk uitstapjes naar andere faculteiten. Als zij ook zover zijn, dat is dan wel een vereiste natuurlijk. Voor de studenten van de lerarenopleiding pedagogiek betekent dit dat we studenten afleveren die met een kritische blik kijken naar het onderwijs wat ze geven, die daarin vernieuwend te werk gaan met een bredere pedagogische basis en daarbij ook nog breder inzetbaar zijn. In het begin inderdaad niet. Dat is heel erg lastig om in 1 keer dat overzicht te creëren. Dus daar moet je de student heel erg goed bij begeleiden. Veel aandacht voor studievaardigheden, voor zelfregie en vooral dat aanleren om daarbij je eigen leerpad goed samen te kunnen stellen. Ja, dat is heel leuk, want je leert veel verschillende studenten kennen, waardoor je een breed netwerk opbouwt op school. En ook zijn de klassen niet al te groot, dus ik heb er eigenlijk heel veel lol in. Ik denk dat het werkveld wel hierop zit te wachten, omdat je bent praktischer ingericht. Je komt niet van school af en je weet alleen maar de theoretische dingen. Je weet ook hoe je in de praktijk aan de slag moet gaan. Het werkveld vraagt om de combinatie van verschillende disciplines. En ook het op de hoogte zijn van die disciplines wordt steeds belangrijker. Die verschuivingen die zien wij en daar willen we graag op inspelen. Nou, wat heel belangrijk is, is dat je in staat bent om van diverse disciplines en vakgebieden in ieder geval een klein beetje kennis te hebben. Dus je mag je specialiseren, sterker nog, je moet je specialiseren. Maar om over je specialisme heen te kijken, dat is echt heel goed. Omdat je op die manier, mijn paradepaardje is altijd leef bij de verwondering. De vraag achter de vraag gaat stellen en ook gaat kijken wat niet alleen voor jou belangrijk is als student of als medewerker. Maar dat je ook in staat bent om te gaan kijken wat er belangrijk is voor de organisatie en verder. Wij hebben gekozen voor een modulair curriculum omdat dat vooral de kans biedt om én een persoonlijk leerpad te bieden en om samenhang in je onderwijs aan te tonen. Dus we hebben gekozen voor modules grotere eenheden, zodat studenten ook kunnen werken aan een beroepsvraagstuk uit de praktijk. En een grotere eenheid kiezen we vooral omdat je er dan verschillende, in ons geval, leeruitkomsten in kan onderbrengen die van betekenis zijn voor de beroepsvraagstuk. Ik denk zeker dat elke student zijn eigen leerpad samen kan stellen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je daarbij goed gecoacht wordt. En als het niet lukt, dan heb je altijd nog een studiecoach. Dat zou je misschien denken, maar dat kan dus niet. Elke module voldoet aan het hbo-niveau en aan een niveau geformuleerd in leeruitkomsten om door te kunnen stromen naar de volgende fase van de opleiding of naar het werkveld. Als we kijken naar het grotere geheel, dan betekenen natuurlijk de flexibele leerpaden dat onderwijs veel meer aansluit bij de student. En dat we daarmee de student meer tegemoet kunnen komen aan de persoonlijke behoeftes. Ik denk ook dat een multidisciplinaire opleiding mensen breder triggert en dichter komt bij de kerncompetenties die in ieder mens zitten.
En ja, de een is veel beter in productontwikkeling met een verhaal daarbij. En de ander is weer veel beter in productontwikkeling met alle technische aspecten daarbij. Dus uiteindelijk ga je wel op zoek wat het dichtst bij jou past en waar je uiteindelijk het meest gelukkig van wordt. Vraagt van de docenten wel iets anders dan wat ze gewend zijn. De omgeving waarin we ons bevinden hier binnen de faculteit, zijn we eigenlijk met elkaar al die stappen aan het zetten om ja, een hele mooie opleiding neer te zetten voor studenten waar het werkveld ontzettend veel aan heeft. Wensen voor de toekomst zijn er altijd. Waaronder ook de propenduizen op een nieuwe manier vormgeven. Daar zijn we op dit moment mee bezig. En dat geldt ook voor de afstudeerfase van de opleiding. Waarbij continu het beroepsproduct centraal staat en ook de grote eenheden. En de afstemming tussen alle facultaire ontwikkelingen op het gebied, onder andere van persoonlijke leerpaden en de ontwikkelingen die wij doorgaan als lerarenopleiding pedagogiek. Daar zitten mooie uitdagingen om met elkaar daarin gelijk op te trekken.